wakker. Ben helemaal. Het is nu in Jamaica 4 uur 's nachts. Dus ik ga sporten. Het lijkt alsof ik een soort van disco nap heb gedaan en nu doorga. Maar het is de volgende ochtend. Jee, voor dit tijd. Ik ga sporten. Dus ja, let's go. Dit ziet er echt niet uit, I know. Maar ik heb dus ontdekt dat als ik lange sokken draag met sporten, dan zit mijn voet wat stabieler of zo. Want met halve sokjes vloep zit eruit, dan zit het dan niet lekker. En I don't care, weet je wel, het is toch voor sporten. I don't care hoe esthetisch het eruit ziet of zo. Ik heb ook echt maar één, weet je wel, ik heb dit paar. Ik heb een paar leggings, ik heb oude shirtjes, klaar. I don't care. Ik ben onderweg naar Delft, waar ik ga sporten. Ik heb mijn ringen trouwens weer om. En weer op rechts. Ik draag het eigenlijk het liefst links. Maar ik krijg ze er niet meer overheen sinds ik dat knokkelongelukje had. Dat ik van de trap viel en toen precies op die vinger kwam, zeg maar. Het lijkt wel alsof mijn knokkel zo van scheef werd of zo. En daar baal ik een beetje van. Want ik wil gewoon mijn trouwe en mijn verlovingsring links dragen. Maar ja, dat we zien wel. Misschien, het duurt gewoon nog even waarschijnlijk. Misschien duurt het wel 3 maanden of zo. En dan in één keer kan het weer wel. Maar voor nu draag ik het op rechts. Er zijn allemaal verschillende theorieën over. Van waar je moet dragen. Moet dragen. Hoort te dragen. Weet ik veel. En ik ben dus van de theorie links. Omdat dat dan direct in connectie staat met je hart. Dus het is geen religieuze keuze of zo. Of, I don't know. Het is gewoon omdat ik vind links ook mooi. Ik ben ook linkshandig. Dus je ziet mijn linkerhand ook meer. En ik ben van zowel trouw als verlovingsring dragen. Dat doet ook niet iedereen, maar ik vind dat wel symbolisch. Je sluit zeg maar je trouwring sluit je in met je verlovingsring. Dus trouwring zit beneden en verlovingsring erboven. Ik vind verlovingsring zo mooi. Die wil ik gewoon ook elke dag dragen. Dus ja, ik vind de combinatie ook erg mooi. Daar heb ik ook de trouwring op uitgekozen. Dat die mooi zou staan met mijn verlovingsring. Dus ik vind het raar. Ik hoop dat ik hem op een gegeven moment gewoon naar links kan dragen. En anders niet, dan draag ik hem rechts. Boeien. Vroeger, zeg maar, mijn slechtste eetperiode van mijn leven. Oh, dat is echt zo slecht. Je zou denken dat dat nu is, omdat jullie zien hoeveel wij bestellen ook en zo. Maar dat valt nog wel mee, want wij bestellen, als we bestellen, dan is het altijd wel bij een vegan tentje. Of Indian, of Turkse linzensoep, weet je wel. Dus, zeg maar, bestellen is niet per definitie slecht als je maar, zeg maar, de goede keuze maakt. Het betekent niet dat ik altijd de goede keuze maak, maar vroeger toen wij in Ubaandu woonden, oh my god, dat leven wat wij toen leidden, ik heb het volgens mij wel eens eerder verteld, maar er is een periode geweest dat we letterlijk elke dag uit eten gingen. Uit eten in Den Haag. We woonden naast allemaal restaurants. We gingen uit eten. Of we haalden pasta bij Julia's beneden. Of nou, in ieder geval elke. En dan, ja hoor, vrijdagavond, Izakaya, Amsterdam, zaterdagavond, Amsterdam. Gewoon. Dat leven van elke dag restaurants, nou dat was slecht. En ik at toen nog vlees en vis en alles. Dus ja hoor, biefstukje en kip en weet ik wat allemaal. En soms wel 3 keer per dag vlees. Ik kan me dat gewoon niet meer voorstellen. Ik denk dat ik nu 3 jaar geen vlees eet of zo. Echt, ik ben dan zo blij met die keuze. Ik kan dat iedereen aanraden om dat gewoon een keer te proberen. Maar ja, maar dat leven, dat was echt niet oké. Okay. Dan, weet je wat ik dan deed? Dan at ik iets heel kleins als ontbijt. Want dan moest ik door naar weet ik veel wat ik ging doen. Vervolgens iets heel kleins als lunch of niks. En dan s'avonds, nou, dan ga je zitten bij Izakaya en dan vreet je de halve menukaart op. Ja, dat is gewoon niet goed. Dat niet meer. Maar ik heb wel dat ik dus 3 keer per dag maar, ik moet eigenlijk vaker eten. En ja,
verdelen in kleinere eetmomenten of zo. Ja, sinds Jamaica is natuurlijk ook totaal niet goed gegaan met de grote borden bij het buffet en zo. Maar ja, ik ga even boodschappen doen. En we zijn weer thuis. Oké, boodschapjes. Ik ga lekker een shake maken. Oh my gosh, kijk hoe cute deze mini avocado is. Deze hadden vrienden laten liggen. Ik moet gewoon een theelepel gebruiken om uit te lepelen. Shaky, shaky, shaky. Hij ziet er niet heel lekker uit of zo, maar er zit van alles in. Aardbeien, spinazie. Ik heb een kiwi ingegooid. Avocado, lekker. Cheers. Nice. Dit is zo cute. Foffie zit zijn oefeningen te doen. Kijk even naar Cindy mee zitten. Kijk dan. Oh. Siepje, kijk nou. Kijk, 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 kijk. Kijk nou. Ik heb net gedoucht en ik ga heel even werken. Ik moet even een artikel maken. Oeh, het is been a while, maar ja, artikel over shampoo en conditioner voor Kruidvat, voor André Lon. En moet wat mails doen. En daarna gaan we zo meteen naar Amsterdam. Ja. Het is weer make-up time. Ik heb het artikel geschreven. Ik was even vergeten hoe lang ik er altijd over deed. Dus ik dacht, maar ja. Ga me even opmaken. Thanks voor de natte sok, Poef. Wat heb ik gedaan? Je spartel. Ik heb niet gesparteld. Oh nee, ik heb geen water gebruikt en alle druppels zitten op mijn schoenen. Oh, waar is mijn beauty blender? Deze nude kleur is te licht, denk ik. Omdat ik nu zo bruin ben. Nee, ik vind hem wel mooi. I like it. Dit is NARS Stripped. Moet ik iets meer kleur toevoegen? Bruin, voor mijn doel. De geur die ik opdoe is Prada Candy. Er ligt hier iemand heel content te piepen. Ben je blij, jongen? Je bent blij, hè? Ja. Lekker genieten. God, op zijn kleedje op het kleed. Dat is wel helemaal lekker, hè? Oh. Oké, we gaan. Ik heb een... Nee, we gaan meer groente en fruit. Even gezonder. Even zo gezonder. We gaan even door. Oké, we gaan eerst even langs social. En dan gaan we dus twee afleveringen kijken. Ik ben zo benieuwd. Dit is de aflevering waar ik zelf dus ook in zit. Twee, maar vooral twee. We gaan ook drie kijken, toch? Ja. Maar waarschijnlijk. Althans, ik zit denk ik alleen in twee, een stukje drie of zo. Ik ben bij social. Zo, even iets voor een campagne regelen. Woe, mijn playbutton voor vloggloss. Yay! Congratulations, ik had hem al voor beautygloss. Leuk hè, ik ga hem mee naar huis nemen. Wij staan echt al zo ontzettend lang in deze file. Het is een soort van mini file. En ik denk dat wij hier 20 minuten al staan ongeveer. Mm-hmm. Nee, langer. We zouden namelijk om 9:30 aankomen. En wij komen, dus het is nu al 6. Anderhalf uur geleden hadden we het moeten zijn. Ja. Dus op een gegeven moment, Jeroen zat ook in die file. Dus we zouden zeg maar nu dus Ice Cream aflevering 2 kijken. Dat is de aflevering waar ik in zit. En 3. En 3 ook. Maar ja, nu op een gegeven moment, begin maar alvast. En nu is het, laat maar, we rijden terug naar Den Haag. Dus niet te doen die file daar. Nee. Ook geen idee wat er aan de hand is, maar gewoon echt heel Amsterdams op zijn kop. En ineens was daar de afslag Schiphol, dus richting Den Haag. En daar is geen file. Als je hier kijkt, dit is allemaal file. En dan hier in één keer geen file. Nog niet, maar... Ben je dus naar Amsterdam gereden voor iets? En dan ga je gewoon... Het heeft ons nu letterlijk... Hoe laat gingen we weg? We gingen om 3 uur weg? Ja. Het is nu 6:30. We zijn heel even snel langs social gegaan. Snel, want we moeten door naar de volgende. Oh, naar hetgeen waar we zijn. Dat hadden we elke dag van de week kunnen doen, omdat we elke dag in Amsterdam moeten zijn ongeveer. Oh. Maar... Ik haat dit. Ik vind dit zo zonde. Ja, dit is zo zonde. Oh, kijk, we rijden dezelfde file nu ook in hier. Ah, jee. Feest. Zoveel verloren tijd, hè? Maar ja, maakt niet uit. Zoals Rutger laatst tweeten. Dat vond ik echt een hele goeie. Ja, ik ook. Alleen hij had echt een file waar iedereen stil stond en uit zijn auto stapte. En toen tweette hij. En toen waren mensen dus boos. En toen tweette hij: waar slaat het op? Ik kom liever te laat aan dan dat ik helemaal niet aankom. Dat, en ik ben niet boos. Ik ben ook niet boos. Nee. Het is meer dat ik denk. Aah. Nou ja, nee, niet boos. Gewoon
Absoluut niet. Ja, ook niet boos zijn. Niemand moet blij zijn. Ik hoop in ieder geval dat er niemand, dat er niks is gebeurd. Nou, dat hoop ik ook. Dat vind ik, ja, dat er niet straks iemand, nee, gewoon dat er niks ernstigs is. Dat er gewoon, ja, te blij zijn. Dat we gewoon kunnen rijden en leven en zo. Dat ik moet alleen heel lang plassen. Ik ook heel lang. Wat voor dorie. Wat voor drie dubbeltjes. Om gek van te worden dit. Oké, okay, we gaan nu even een hapje eten en naar de wc, want we houden het niet meer. Lekker salade, willen plas. Een mooi plekje. Kijk, vet, hè? Poep is helemaal klaar met vandaag. Hij heeft noedelsoep besteld. Heeft letterlijk 20 minuten moeten wachten op die soep. Nu zaten er geen noedels in. Ik heb mijn salade al op. Het is echt zielig gewoon. Vandaag is echt... We zijn weer thuis. Echt een dag die weggooit is. Maar ik ga nu op de laptop en dan meteen slapen. Nee, trouwens Foefje. Ik zat net te denken, het was niet een nutteloos dag, want we hebben Laurens zijn dingetje gegeven. Ja, ik ook, maar dat hadden we morgen ook kunnen doen. Dat denk ik ook. Dat is waar. Ja, dat zijn ook wel gehoord, maar dat is niet zo. Nee, dat klopt. Dus nu konden we het samen geven. Ja, dat is waar. Het is geen nutteloos ritje geweest. Foef, wilde je iets vertellen over vrouwen op Instagram? Die zie ik altijd van die foto's. Dames die knap zijn. Ja, die gaan dan op een bepaalde manier op de foto, zo van, een lijkt dit pik. En dan altijd is het een beetje zo. De, stel voor, dit kan ook haar zijn, zo. Pop. Maar hoe, met, ja? Gewoon een beetje boos kijkend of zo. Een beetje zo, een beetje moeilijk. Een beetje de, dammit, hoe heet die film nou? Daar is die een, dammit, dan is het een bepaalde look van een model. Ik weet niet eens meer hoe hij heet, want het is echt stom, comedian. Dan doet hij de stiel. Jullie weten wel wat ik bedoel. En dan doet hij dus. Model boy. Ja, hoe heet hij nou? Model girl. Nee, Jim Carrey. Nee, andere grappige met het zwarte haar van Meet the Fuckers en zo. Hij is awesome. Oh! Het is bijna 12 uur. Ik ga lekker slapen. Ik heb morgen een fotoshoot. En daar heb ik echt super zin in. In Den Haag. En dat is voor een magazine waar ik ook een interview voor heb gehad. Een magazine over YouTubers. Dus ik neem je uiteraard weer mee. Ja, dat is het. Even kijken, volgens mij was dat alles voor morgen op de planning. Ja, fotoshoot en editen. That's it. En we beginnen om 10 uur morgen. En het is in Den Haag, zoals wij heel chill. Foef gaat me afzetten, want hij moet naar Amsterdam met de auto. Maar ja, hij zet me af. Ik weet niet, waarschijnlijk zijn we tot 1:05 bezig. Dus ik ga de vlog afsluiten. Wel, tussen bedankt voor het kijken. Tot morgen. Doei.